Ik ben Milad, ben 15 jaar, zit op plezierschool en ben lid van het trash team. Hallo, ik ben Rick van Gent, ik doe mee aan het trash team en ik zit op plezierschool. Ik ben 15 jaar. Ik ben Mitchell, ik zit op de plezierschool, 16 jaar en ik doe mee aan het trash team. Nou, als je 3 jaar bent. Ik ben 18 jaar oud, ik ben lid van het trash team en wat dan? Oké, jongens, ik heb begrepen dat jullie van het trash team zijn. We maken dit filmpje en dat gaan we, als het klaar is, gaan jullie dat overhandigen aan de wethouder. We zoeken wat locaties op in Zoetermeer, waar iedereen komt, jong en oud. Waar we in ieder geval afval zien liggen. En waar jullie ideeën over hebben hoe je dat zou kunnen wegwerken. En mensen mee zouden werken, jong en oud. Als je daar alternatieven neerzet waar mensen in ieder geval hun vuil kwijt kunnen. Toch? Ja. Oké. Okay. Kijk, en dit is nou een voorbeeld van hoe het niet moet. Perfect, een prullenbak. Maar er staat er maar één. Op deze hele grote gebied. Veel afval, veel rommel. Maar ja, dat zou vastkomen doordat er één prullenbak staat. Van het laantje. Dit is een voorbeeld. Jullie zien natuurlijk dat dit er niet uitziet. Kranten, plastic zakjes. Blikjes bier. Het komt gewoon omdat er te weinig prullenbakken staan. Weer een zakje. Ik film hier nu bij het Schopenpad. Heel bekend onder het jeugd van Zoetermeer. Ze komen hier heel vaak bij elkaar. Zoals je ziet ligt hier heel veel vuil. Veel wietzakjes en... dat soort spulletjes. Erge rotzooi is het hier. Hier zie je 2 vuilnisbakken. Maar hier hebben wij andere ideeën over. Wij willen een korf hebben, zodat mensen uitgedaagd worden om hun spulletjes daarin te gooien. En ik speel als korf. Kijk, dit is weer zwerfvuil. Kijk eens, daar is een eend aan het broeden. Vuil. Allemaal zwerfvuil. De natuur in de stad. Nog even aan invulling geven. Dit is zo'n vuilnisbak waar de jongens het eigenlijk niet helemaal mee eens zijn. Niet uitnodigd tot. En er zit hier een meneer rustig op een bankje hier bij het water, bij Meerzicht. We hebben wat aan die meneer gevraagd. En die meneer die wil niet helemaal in beeld komen. Dus ik doe niet zijn gezicht in beeld. Maar die jongens die hadden een idee dat dit soort vuilnisbakjes die je hier ziet, niet echt uitnodigt om vuil in te gooien. En die jongens hadden meer zo'n korf idee. Volgens mij staan die langs fietspaden ook wel eens. En autowegen. En autowegen staan ze ook. Nou, en die jongens zeggen als je nou hier ook in de stad dat soort korven neerzet. Dat het dan meer uitnodigt om vuil in te gooien dan zo'n bak die er nu staat. Misschien is het een sport om erin te gooien. Want misschien is het een sport, ja. Nou, dat hadden hun ook al en hun hadden een slogan erbij. Trash it. Goed idee. Goed idee. Nou, wie weet doet dus een wethouder er wat mee. Nog een hele fijne middag, meneer. Hetzelfde. Succes. Kijk, dan kan je weer water. Ja. Zoals je dit ziet is het een prullenbak. Hij is lelijk, hij is vies. En het
draagt gewoon niet uit afval in te gooien. Mensen gooien het gewoon naast zoals. En als we nou net neerzetten, net waar je het in kan gooien, dat daagt meer uit. Dan denk ik ook dat dat veel beter is. Dat er veel meer mensen hun afval daarin gooien dan zo'n vies lelijk ding achter verschuilt bij je muur. Dit is het oude model die we hadden. Maar we hebben een nieuwe ontwerp bedacht. Hebben we op school gemaakt met techniekles. En ja, daar hoor je hem dus in te gooien. Ja, oké, okay. Dus dan als voorbeeld. Want dan ja. Moet nog een net aan, hij moet wel groter en hoger wezen. Ja, oké okay, dan. Ja, en hij past wel binnen het straatbeeld als je zo kijkt, toch? Ja, zeker. Hé, hey, er staan hier toevallig wat mensen, die ken jij toevallig of niet? Ja, dat zijn collega's van mij. Oké, mag ik jullie wat vragen? Want we zijn bezig met een experimentje van school, bijvoorbeeld ideeën voor de politiek. Bezoek van de wethouder. En de jongens die hebben geconstateerd met deze oude vuilnisbakken. Zal ik nog even op film zetten, want dat moet dan altijd. Want dan ben je duidelijk. Hebben ze zoiets van, nou, dat zijn vuilnisbakken nodig niet uit om vuil in te gooien. Ze zijn te klein, ingang is te klein. En je zou eigenlijk, als je dat netter maakt, netter aan. Weet je, je hebt ze ook wel vroeger staan bij de fietspaden. Dit zou je veel meer in het straatbeeld moeten zetten. Ja. En wat vinden jullie daarvan, van dat idee? Zou dat beter helpen? Als je... Ja, ik denk het wel. En waarom vind je dat dan? Ik vind het lelijke dingen, joh. Het gaat er helemaal nergens over. Oké, dan. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Dus als jullie ze zien staan, wellicht ooit, dan maken jullie daar ook gebruik van. Je gooit nooit wat op de grond. Pikken, ja. Hè? Jullie gooien nooit wat op de grond, toch? Altijd netjes in de prullenbak. Oké. Om wat in te gooien, dat vind ik ook. Goed, nou, dankjewel. Trash it! Trash it! Trash it. Trash it. Trash it. Trash it. Ook bij de busstation, treinstationen, kun je hem allemaal neerzetten. Past uitstekend in het stadsbeeld. Question.